jaar geleden hadden we een idee om dit op te zetten. Waar we in Madrid zaten, ook in zo'n indoor food market, vonden we zo gaaf dat we dachten van, nou, dat moeten we in Amsterdam proberen op te zetten. Onze verwachting is dat dat eigenlijk een permanente plek is, dat je eigenlijk met je vrienden gewoon hier gaat zitten, borrel op en gaat genieten van allemaal verschillende lekkere hapjes, eten. Want we hebben 21 kraampjes eigenlijk, standjes zoals je hier achter ziet. Ik denk 80% van ondernemers die hier staat, komt ook daadwerkelijk uit Amsterdam en staan ook bekend om een echt in hun vakgebied om kwalitatief goede concepten. Kijkende in de wereld heb ik gezien dat hele kleine voetstalletjes toch wel de toekomst gaan worden. Mijn eerste impressie was echt wel goed. Ik kwam binnen en dacht, wow, dit dat gaf mij de indruk van Amsterdam ook een beetje, weet je wel. Die vintage sferen, wat ik heel erg leuk vind. Ik vind zeker ook die food al heel erg leuk. En ik zag dat het heel veelzijdig was. Ik vind het zo leuk concept dat er allemaal soorten kraampjes zijn. En het valt ons ook op dat elk kraampje ook echt zijn eigen specialiteit heeft dan. 21 stalletjes die niet hetzelfde mogen doorgeven. Wat ik hier heel leuk vind is dat je allemaal verschillende soorten eten hebt. Omdat je het op een soort binnenpleintje kunt opeten. Het maakt het heel gezellig omdat het één grote ruimte is met allemaal tafeltjes in het midden. Overdekt, dus het weer heeft geen invloed, hè? Je hebt van alles wat onder één dak. Vond ik heel leuk. Hier kun je altijd terecht.